Wat verwacht jij van dit seizoen? Door te promoveren. En gaat het ook gebeuren met Mats Zeuntjes erbij of zie jij een vertrek nog gebeuren? Het gebeurt met Mats Zeuntjes. Ja, je hebt besloten om bij NAC te blijven. Het gebeurt met Mats Zeuntjes. Ja, daar wil je er niet meer over zeggen. Het gebeurt met Mats Zeuntjes. Ja, dan stel ik de vraag, dus je blijft bij NAC en dan moet jij ja zeggen. Het gebeurt met Mats Zeuntjes. Ja, want het is bekend, hè? AZ heeft belangstelling getoond. Hoe staat het daarmee? Is dat dan helemaal van de baan? Wij gaan promoveren met Mats Zeuntjes. Ja, het wordt een beetje een langspeelplaats zo. Zoals gezegd, ja, je hebt voor jezelf veel getraind deze zomer. Ja, ik neem aan dat je daar bewust mee bezig bent geweest. Ja, zeker. We hebben een grote taak op onze schouders dit seizoen. En daar moet je 100% klaar voor zijn. Dus ja. Met dit elftal, zoals het er nu uitziet, kan NAC daar kampioen mee worden? Met Mats Zeuntjes wel, ja. Met Mats Zeuntjes wel? Ja. Prachtig. Wat gaat er nog meer gebeuren met Mats Zeuntjes? Van alles. Van alles staat er te gebeuren. Gaan we de broer van Mats Zeuntjes, Ralf Zeuntjes en Spitsen ook nog zien in Breda? Met Mats Zeuntjes, misschien met Ralf Zeuntjes.